Hoi, wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Marije Vermaas en ik ben geestelijk verzorger bij jullie, bij Sprank. En vandaag ga ik jullie wat vertellen over Pasen. Jullie hebben natuurlijk de mooie jaarkalender gekregen. En bij de jaarkalender stond ook dat je een kijktafel zou kunnen maken. Dan ga ik jullie uitleggen wat ik vandaag heb gedaan. Dus ik heb de basis gemaakt voor de kijktafel voor Pasen. En dat is eigenlijk, ik heb een blad gepakt en daarin glas neergelegd. En het glas bedekt met zand. Als het graf, de graftuin, de graf van Jezus. En deze grote steen heb ik er vast bijgelegd voor straks met de Pasen. En ik heb een lampje erbij gezet. Het lampje ga ik even aandoen. Zo. Dit is de basis van de kijktafel die je kunt gaan maken met Pasen. Op internet, dus bij dit filmpje, kun je een hele instructie vinden voor de kijktafel. En ik wil jullie even meenemen bij wat je per dag zou kunnen doen in de stille week. Je hoort dat ik een beetje schor ben, maar het leek me toch goed om dit filmpje even op te nemen. Met Palmzondag. Elke keer komt er dus een item bij op de tafel. Met Palmzondag denken we dat Jezus op de ezel Jeruzalem binnenging. Daarom heb ik een palmtak uit mijn tuin gehaald en die leg ik hierbij. Als teken van dat verhaal dat de mensen Jezus verwelkomden in Jeruzalem. Op Palmzondag kun je dus de palmtak op de tafel erbij leggen. Op de maandag gaan we nadenken over de voetwassing. En daarom heb ik een kopje met water en een doek. Leg ik op de kijktafel erbij. Als teken van de voetwassing die Jezus deed bij zijn leerlingen. Op dinsdag staan we stil bij het laatste avondmaal. Voor het laatste avondmaal heb ik een glaasje wijn of druivensap heb ik genomen en een stuk brood. Als teken dat Jezus zijn lichaam en zijn bloed gaf om ons rein te maken, om ons schoon te wassen aan het kruis. Op woensdag denken we na over de gevangenneming van Jezus. En daarvoor leggen we dan symbolisch een aantal munten. Het kan echt geld zijn of het kan speelgeld zijn. Een aantal munten op de tafel erbij, als teken dat Jezus werd uitgeleverd door Judas als verraad. En daarvoor kreeg hij 30 zilverstukken. Op donderdag, die vond ik wel lastig, dan komt er een plaatje van de haan op tafel. Omdat dan het verhaal van Petrus, die Jezus verlogen, 3 keer zegt dat hij Jezus niet kent. En dan gaat de haan kraaien. Dan kon ik nergens echt een goede haan vinden, dus ik heb maar even gekeken in mijn kast met spelletjes. Deze zou je kunnen neerleggen uit koehandel. Ik kwam ook deze tegen. En dit vond ik wel een grappig boekje. Omdat hier ook over de haan gaat. Die op het torentje staat. Op de kerktoren. En natuurlijk als je op de kerktoren kijkt. Dan staat daar vaak een haantje. Als teken dat Jezus van die verlogen is. Als teken van een nieuw begin. Een nieuwe dag. En ook daar kun je een blog over vinden op intranet. Dan de kruisiging van Jezus. Ik heb hier al het kruis gemaakt van 2 takjes en een simpel touwtje. Heb ik op de tafel erbij gezet, bij het graf. En ik heb ook een dobbelsteen. Die laat zien dat er om Jezus kleding werd gedobbeld door de soldaten. Ook die kun je erbij leggen. Op stille zaterdag kun je vervolgens nadenken met elkaar over dit hele over de hele tafel. Wat staat er nou allemaal? Waar hebben we over nagedacht? Welke verhalen hebben we gehoord? En je mag het graf dicht doen met de steen. Jezus is begraven. Het is stille zaterdag en het graf is gesloten. En op paaszondag, je zou eventueel zelfs op stille zaterdag nog het lampje uit kunnen doen. Het is donker, het is stil. Dus dan doe je het kaarsje uit. En dan op zondag is het Pasen. En opnieuw zou je daar kunnen denken over alle verhalen die we hebben gedaan. En je mag het graf openmaken. Want Jezus leeft. En het kaarsje weer aansteken. Want Jezus, het licht van de wereld, is tot ons gekomen. En het graf is open. Het licht van de wereld heeft de duisternis overwonnen. Nou, zo zou je die hele kijktafel kunnen doen. Om Pasen ook echt met je zintuigen en al doende en al pratend te kunnen beleven. Ik wens jullie heel veel succes.